Het is kerst, dus tijd voor wat winterse activiteiten. Maar dat niet alleen. Ook is Joris en de Draak eindelijk uit onderhoud. Kan je slapen in de Droomvlucht? En ontmoeten we een hele bijzondere bewoner van Dans Macabre? Dat en nog veel meer in de allereerste Team Park Viking kerstspecial. Krijgers, ik ben Armando, de Team Park Viking en super tof dat je kijkt naar een nieuwe video vanuit de Efteling. Want ja, kerst is natuurlijk niet compleet zonder een beetje Efteling magie. We gaan er een hele toffe kerstaflevering van maken vandaag. We gaan gewoon proberen zoveel mogelijk kerstachtige dingen te doen. Wat het allemaal precies gaat zijn, dat is allemaal nog een beetje een verrassing. Zelfs voor mij nog, want ja, we zijn meestal niet zo van een plannen hier op het kanaal. Het is meestal gewoon, we zetten de camera aan en we zien wel wat er gebeurt. Ik ben hier nu nog in mijn eentje, maar niet voor lang, want Efteling die komt zo meteen ook nog. En misschien ook nog een paar andere mensen, maar dat zien we dan wel weer. Er is natuurlijk ook nog hartstikke veel gebeurd hier in Efteling deze week waar we het over moeten hebben. Zo is er een rare foto uitgelekt van Dans Macabre. Die moeten we even gaan bespreken. En de Efteling had waarschijnlijk een beetje het idee dat mensen de wc's niet goed konden vinden. Daar hebben ze een oplossing voor bedacht. Daar gaan we het ook nog even over hebben. En natuurlijk nog heel veel meer. Maar ik zie net dat ik nog een klein beetje Walibi-gekkie in me heb zitten. Komt nog van de vorige video. Toen waren we natuurlijk in Walibi. Als je die niet hebt gezien, check die hierna ook nog eventjes. Hartstikke leuke video geworden. Maar zo kunnen we natuurlijk niet de Efteling door. Dus daar moeten we eventjes wat aan gaan doen. Kijk, stuk beter zo. Maar laten we snel beginnen. En we beginnen natuurlijk zoals altijd bij de Eftelingen. Nou, en het eerste wat we tegenkomen zijn nieuwe kerststerren. Het zijn eigenlijk gewoon kartonnen sterren met thema's van attracties erop. We hebben van Symbolica, Droomvlucht en Fata Morgana. Eigenlijk geen carnavalfestival. Dat is de enige darkheid die mist. Maar dit kan je dus uitvouwen. En ziet er heel feestelijk uit. Krijgt er ook een lampje bij, dan kan je erin stoppen. En deze kostte €15. Is trouwens geen verschil of je een kleine of een grote pakt. Het is allemaal €15. Nou, verder zien we ook dat de nieuwe magneetjes hier nu wel liggen. De vorige keer hadden ze het natuurlijk hier niet in deze winkel, maar ze zijn er nu wel. Ook die van Ravelijn en van de achtbanen set. Nog steeds hartstikke leuk. Kostte €8. En dit is niet echt iets wat je kan kopen, maar ze hebben nieuwe rekjes neergezet waar ze nu deze borden in zetten. Het ziet er wel stijl voor uit. Mooi Efteling gemaakt. Ja. Ik dit goed. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog de nieuwe truien van de streamers. Die treden natuurlijk deze kerst op hier in de Efteling. Dus heel erg logisch dat ze dit hier nu verkopen. Het zijn wel hele dure truien. Ze kosten €70 en kindermaatjes zijn €60. Het is wel de opbrengsten ervan, die gaan naar Wild Child. Dus dat is wel heel erg goed. De Efteling verdient er niks aan, de streamers verdienen er niks aan. Maar het blijven wel hele, hele dure truien. Zien er op zich wel mooi uit. Wel gaaf dat ze de een van de Efteling erin hebben verwerkt. Maar het is sowieso niet mijn muziek. Dus ik zal hier niet snel in lopen. Maar ben je fan van de streamers en van de Efteling, dan is dit natuurlijk wel heel erg gaaf om te hebben. Nou, dat was eigenlijk wel al het nieuws hier in de Eftelingen. Ik zag ook al voorbij komen dat de Pjotterpins weer te koop zijn, maar die zijn niet hier. Daarvoor moet je natuurlijk eventjes naar de Maskramer. Maar we zijn hier nu dus klaar, dus we gaan snel weer verder het park in.
Ja, Joris en de Draak is natuurlijk weer tijdelijk geopend. Tijdens de kerstvakantie is die gewoon weer open. Ja, begin januari gaat die weer dicht. Dus je moet wel snel zijn om erin te gaan. Vandaar dat we daar vandaag ook eventjes zijn begonnen. Wel behoorlijk lang gewacht. Het is ondertussen alweer bijna donker. Maar ja, dat is alleen maar extra sfeer voor de kerstspecial natuurlijk. En ja, wie kwamen we natuurlijk weer tegen? Bij Joris en de Draak. Efteling was er. Hallo. En Tino die was er ook bij. Oké, hey. Okay. Ja, dat is natuurlijk de plek waar je vindt bij Joris en de Draak. Blijft jouw favoriete attractie? Ja, dat is echt mijn favoriete attractie. Zeker weten. Vind je hem nu rijden? Hij is net onderhoud geweest. Is het nu beter? Ja, ik moet steeds wel soepel willen. Hij trilt er bijna niet meer. Nee, hij is echt heel soepel. Ja, echt. Het rijdt wel lekker. Ja, ik ben benieuwd. Dus, ja, gaat hij daar natuurlijk nog dicht tot aan april. Een behoorlijk lange tijd. Dus daar, het is een behoorlijk lange tijd. Maar ja, je hoort de baan alleen maar uit. Dus. Ja, dat is waar. Het station zag er ook weer helemaal netjes uit. Dat is goed opgeknapt. Alleen het, het zonnedoek boven de minder valide rij, die was nu weg. Ja, dat is wel jammer. Het is even tijdelijk. Hij is tijdelijk weg, denk ik. Maar... Ja, voor de storm, denk ik. Oh ja. Ja, met de storm, dat zou inderdaad kunnen zijn, maar ja, als het nu gaat regenen, dan zit je daar de zon wat. Ja. Dat is wel goed. Kapsel, wat nu. Ja, dat. Zo luister maar niet bij de achtbaan Nederland is. Ja, precies, dat is. Maar we gaan denk ik weer eventjes verder. We gaan de rest doen, yay! Ja, we hebben nog echt behoorlijk wat te doen vandaag. Ja. We hebben nog heel veel te bespreken, we hebben nog heel veel te zien. En genoeg kerst. Achtige dingen die we nog moeten gaan doen vandaag. Sowieso een paar drankjes. Ja. Maar komt goed. Maar goed, hier in Ruigrijk zijn ook nog wel wat dingetjes te melden. Zo hebben de Efteling muzikanten, die hebben een nieuw outfit gekregen. Volgens mij nu al een weekje of zo. Ziet er best leuk uit. Lekker lichtblauw. Past goed bij Pardoes en Pardij bij hun witte outfits. Dus dat vind ik best wel tof. En er was ook wel iets weer opvallends aan de hand hier in de Efteling. Op meerdere punten vinden we nu dus deze grote automaten. Ja, dit is gewoon een statiegeldautomaat. Kan je blikjes en je flesjes, die kan je hier dus gewoon inleveren. Ja, alternatief natuurlijk op de vuilnisbakken die hier al stonden. Op zich wel handig. Je kan je geld dus terugkrijgen met de Tikkie app. Dat komt gewoon meteen op je rekening. Je kan het ook gewoon nog steeds doneren aan Villa Pardoes. En je kan volgens mij ook een bonnetje krijgen. Automaten zien er alleen echt niet uit. Het is echt super lelijk gedaan. Het is echt gewoon een grote grijze kast. Die had gewoon makkelijk gewoon eventjes een Efteling sticker opgekund of zo. Was veel beter geweest. Ze staan wel een beetje verstopt in de hoeken. Er staat er sowieso eentje bij Van Bolteskuge. Hier dan eentje bij de Game Gallery. Bij Fabula staat er eentje. Volgens mij ook nog bij het Witte Paard. En er was volgens mij nog een plek. Ik weet niet meer precies waar, maar daar komen we vanzelf wel weer een keertje op. Maar het is dus nieuw. Het is lelijk. Maar het doet tenminste zijn ding. En wij verlaten het op arme wind, wij even snel. Lindy is daar nog, die is nog Zang en Geluk gaan afkijken. Is nog steeds haar favoriete show tijdens de Winter Efteling. Ik vind hem ook heel erg leuk, maar ik heb hem ondertussen al heel erg vaak gezien. En ik zie hem waarschijnlijk nog heel erg vaak. Dus kunnen we nog even van deze tijd gebruik maken om wat updatejes te bekijken hier in Marenrijk. Want er zijn toch best wel wat dingetjes gebeurd. En dan gaan we daarna weer lekker verder met kerst winteractiviteiten. En we beginnen eventjes hier op het Anton Pieckplein. Want ja, hier is de stenen kip eindelijk uit de steigers. Het is nog niet helemaal klaar. Er staat nog steeds een hek voor, dus je kan er nog niet bij. Maar we hebben wel al gezien dat je straks contactloos kan betalen bij de kip. Dus dat is hartstikke handig. Gaan we natuurlijk ook eventjes uitproberen. Ik heb er volgens mij echt nog nooit hier wat uitgehaald. Dus ben benieuwd wat we dan uit de kip krijgen.
Maar ja, dat is dus toch eventjes wachten. Nou, dit is toch eigenlijk ook best een zeldzaam beeld, want de kleine zweep is gewoon vandaag in gebruik. Ik zie deze eigenlijk echt niet vaak open. Maar ja, ik ben hier ook niet zo heel vaak in het weekend. Misschien dat het daar ligt, maar leuk om hem een keertje draaien te zien. Maar ja, daarvoor zijn we niet in deze hoek, want we gaan eigenlijk naar dit hele donkere hoekje hier naast het Lavelaar. Ja, je ziet er waarschijnlijk echt heel erg weinig van, want ja, het is al heel erg donker en het is hier ook niet echt heel erg goed verlicht. Er komt hier eigenlijk ook bijna niemand. Maar ja, hier was wel in ieder geval dat de wippappen, die zijn hier weg. Die zijn waarschijnlijk in onderhoud. Ja, er staat alleen nog een stalen pijp eigenlijk en de banden. Maar ja, dus eventjes niet spelen hier. Ook al kwamen hier natuurlijk al sowieso al vrij weinig mensen. Dus ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die het gaan missen. Maar ja, het was wel weer een dingetje wat opviel. Ja, en soms moet je tijdens je Eftelingbezoek ook eventjes naar de wc. En ja, wc's zijn niet altijd even makkelijk te vinden. Althans, dat moet de Efteling gedacht hebben. We zijn hier nu eventjes toevallig bij het gemak. En ja, dan valt toch wel echt heel erg op dat er nieuwe borden zijn opgehangen. Ze zijn behoorlijk groot en die hangen onder ja, eigenlijk al de bestaande toiletborden. Ja, het is misschien een beetje overdreven, maar ze zien er wel heel erg mooi uit. Hangen ja, door het hele park heen bij bijna alle wc's is zo'n bord opgehangen. Allemaal een ander ontwerp. Ziet er ook heel erg Eftelings uit. Ik vond alleen die bij Carnaval Festival. Ja, die ziet er wel echt heel erg anders uit dan de rest. Maar dat staat ook wel weer bij de attractie. Maar ja, ik vind het op zich best wel cool uitzien, maar ja, wel een klein beetje overbodig. Nou, en dan kijken we ook nog eventjes op het Tom van de Venplein, want ja, locomotief neefje is eindelijk uit de stijgers. Ja, hij is natuurlijk best wel donker, dus je ziet er waarschijnlijk vrij weinig van nu op film. Maar ja, het ziet er weer helemaal netjes uit. Mooi dat die tent hier eindelijk weg is, want dat ja, was best wel een raar gezicht hier op dit plein. Maar ja, cool, het ziet er weer allemaal netjes uit. Dat was het wel eventjes voor de updates denk ik, dus we gaan even snel terug naar Lin. Kijken of zij ondertussen al klaar is bij Zang in Gelukkig. Nou, Lin ondertussen gevonden en ondertussen ook gewoon weer kwijtgeraakt. Ik ging weer door naar de volgende show van Zang in Gelukkig. En ja, ik had nu al zoiets van, het is toch een beetje etenstijd, dus we zijn naar een koffertje gegaan. Allereerste keer eigenlijk dat ik hier binnen zit, dus ja, dus ook weer een primeurtje. Ziet er op zich wel gezellig uit hier, wel heel erg warm, maar ja, ondertussen ook eten binnen. Lekker poffertjes met appel en kaneel. Best wel winters, maar ja, het is niet het enige winters. We hebben ook de winterse mocktail. Die heb ik eigenlijk nog helemaal niet geprobeerd, dus ja, die willen we absoluut eventjes proberen voor een video. Er zit cola in, kaneel, sterrenijs en limoen. Ik vind het een hele rare combinatie. Lijkt me eigenlijk helemaal niet lekker, maar ja, we gaan het toch even proberen. Er zitten hier echt al mensen te lachen. Hè. Nee. Valt mee. Het is eigenlijk best wel erg lekker. Ja, het is eigenlijk best wel heel erg goed te doen. Het is wel echt heel, heel erg cola, maar wel echt een winterse smaak met ja, vooral kaneel en de sterrenijs. Ja, ik vind het een aanrader. Het kost €5,75 en voor €4,25 kun je er ook nog wat drank in laten doen. Heb ik niet gedaan nu, want ja, we kunnen niet alcohol blijven drinken natuurlijk in de video's. Maar ja, zonder alcohol is het echt wel een aanrader. Een van de betere cocktails die ze hier hebben in de Efteling. Maar ja, we gaan het hier even opmaken en dan gaan we denk ik weer door naar de warme windwijnen. Nou, en we hebben de groep eindelijk weer compleet. We hebben Lin weer gevonden. Ze is er eindelijk weer. Ja. We zijn weer terug op de warme windrijden.
Tenminste, jij was hier al. Lievelingsplekje. Ja. Ja, wij hebben lekker gegeten. Maar we moeten hier even terugkomen. Want er zijn nog steeds dingen die we hier moeten gaan doen. Ja, klopt. En één van die dingen... We moeten de Pjotterknuffel gaan proberen te winnen. Dat hebben we natuurlijk beloofd in de video dat we dat gaan proberen. Dus ja, laten we dat maar eens gaan doen dan. Fingers crossed. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar we doen ons best. Gaan we proberen. Eerst bal. Heel erg. Ja. Jammer. Oeh, dat scheelt. Ja, kreeg een extra bal. Yes, laatste kans. Ah, jammer. Geen Pjotter deze keer. Maar we kunnen het altijd nog een keer gaan proberen. Maar niet vandaag. Nou, en dan hebben we hier trouwens ook nog even een updateje hier bij de miniaturen. We hebben hier natuurlijk de vorige keer gemeld dat ze de naam van Pardoes verkeerd hadden gespeld op de stickers. Maar ja, ze hebben nu dus alle stickers gewoon weggehaald. Ik denk ook niet dat ze dan nog terugkomen. Maar ja, als ze terugkomen dan hopelijk wel met de naam van Pardoes een keer goed gespeld. In ieder geval, we gaan nu... We gaan nog eventjes schaatsen, nu nog kan. De Efteling is nog eventjes open, dus ja, dat hebben we natuurlijk ook nog niet gedaan in de video. Ja, worden hopelijk niet al te veel bloopers. Ik heb al eerder dit jaar al eventjes geoefend samen met Niels Kooijman. Ben ik hier even op het ijs geweest, dus waarschijnlijk komt het wel enigszins goed. Of Lin een beetje kan schaatsen. Als het goed is wel, maar ik weet niet of het nog steeds zo is, dus we gaan het vanzelf zien. We gaan het zien. Ja, de schaatsen zijn aan. Zijn we er klaar voor? Sort of. Maar dit is het ergste gedeelte, zeg maar. Oh, je erop staan. Op de baan gaan staan. Oh nee, ga je dit serieus doen? Ja, nee. We moeten wel echt voor de complete experience natuurlijk. Voor de lukkers. Zegt ja, dit is echt even heel glad. Hoe ga jij er altijd op? Altijd op? Ik heb het één keer gedaan. Yeah. We zijn erop. Ik dacht dat ik er kon, maar dit valt echt tegen. Oh man, dit is echt lang geleden. Het is wel echt glad van het water ook. Ja, het is een beetje nat ijs. Ja. Ik heb na mijn revalidatie niet meer geschaatst. Maar het is wel sfeervol. Ja, het is wel, leuk zo met die lampjes. Goed zo. Moet je niet onderuit gaan. Het is nog een beetje voorzichtig aan doen natuurlijk. Maar, blijft natuurlijk wel altijd een dingetje hier op die ijsbanen in pretparken vooral. Dat het altijd wel een beetje uitkijken is. Dat je het niet tegen iemand aanbotst. Daarom is het ook helemaal niet handig dat ik nu tegen die camera aan het praten ben. Maar goed, tot nu toe gaat het goed. Dus we blijven hier gewoon lekker mee doorgaan. Zo. Oh. Gelukkig heb je nog hekjes om te remmen. Ja, zo. Even hangen. Het is echt wennen, joh. Het is een beetje sport. En het is heel anders dan kunstschaatsen. Dat heb ik nooit gedaan, kunstschaatsen. Ja, dit is een ijshockeyschaatsen. Ja, het zijn niet de meest dure schaatsen natuurlijk. Nee. Volgens mij precies dezelfde als die ze ook in Fantasieland hadden. In Fantasieland betaal je wel het dubbele. Hier betaal je maar €2,50 om te schaatsen. Je kan zo lang als je wil. Dus, althans. Tot een paar dicht gaat en dan ging iemand heel hard op zijn bek. Ja, ging er wel, ja. Ja. Dus, het is altijd wel uitkijken op het ijs. Inderdaad, ja. Nou, dit valt toch op zich best mee? Ja. We zijn nog steeds niet onderuit gegaan en we staan al zeker een kwartier op het ijs. Ja, het gaat steeds mee. Ja. Ik vind het... Niet goed. Ja.
kom je wel echt in de kerststemming. Ja, dat is eigenlijk wel weer leuk. Ja, het is echt lekker winters. Leuk die lampjes erbij, muziekje erbij. Ja. Dit gaan we sowieso nog vaak doen. Ja, deze leuk. Winter. Ja. Dan hopelijk geen boekjes. Nou, dat komt denk ik wel goed. We zijn bijna pro's. Nog heel One Piece, dus het komt ook goed. Maar goed, we gaan niet een half uur vol gooien met geschaas in de video. Nee. Dat is niet heel erg interessant om naar te kijken. Ik kan daar dus, het park gaat sowieso al bijna dicht. Dus we gaan zo nog eventjes verder. Want we moeten natuurlijk nog even hebben over Dans Macabre. Dat is... dat was ook een beetje. Ja, het is toch een foto uitgelegd. Dus die moet wel echt eventjes besproken worden. Dus zien jullie zo. Want ja, er wordt natuurlijk echt gewoon steeds meer bekend over Dans Macabre. We gaan echt steeds meer zien. We hebben het er vorige keer ook al over gehad. Dat het gebouw steeds verder uit de stijgers komt. Nou, nu is ondertussen nog meer uit de stijgers. Niet aan deze kant van Fabula. Ik zei het een keer goed deze keer. Maar aan de andere kant, daar zijn eigenlijk nog meer dingen te zien van de muur. Heb ik vanmiddag eventjes gefilmd. Ziet er allemaal best wel tof uit. Maar ja, dat was natuurlijk niet het grote nieuws over Dans Macabre deze week. Want er is opeens toch een foto uitgelekt. Dat was niet helemaal de bedoeling. Iemand van een extern bedrijf die heeft backstage wat foto's gemaakt. Heeft die op Facebook gezet. En ja, op die foto's kunnen dus echt gewoon duidelijk een pop zien. Die hier wordt geplaatst in de attractie. Ik kan me niet voorstellen dat de Efteling hier heel erg blij mee is. Maar het staat op internet, dus je krijgt het ook niet meer weg. Maar wat wel echt heel erg tof is aan die foto, is dat we gewoon kunnen zien dat die pop is gewoon een van de rechters uit het spookslot. Die rechters die zaten bovenin in het decor. Zaten drie poppen, dat waren dan de rechters. En één daarvan die komt dus in ieder geval terug. Ik ga er denk ik dan ook al vanuit dat de andere twee ook terugkomen. Ik vind dat wel echt heel erg tof. Waren ook wel, naar mijn mening wel de meest creepy poppen die in het spookslot te zien waren. Dus dat belooft alleen maar veel goeds voor Dans Macabre. Ik ben er wel een beetje van overtuigd dat dit wel een stuk engere attractie gaat worden. Ik ben alleen benieuwd hoe goed we de poppen dan gaan zien. Het spookslot zag je ze natuurlijk niet heel erg goed. Want ze zaten helemaal boven in de hoek. Niet heel erg goed verlicht. Dus misschien dat we ze in de attractie van dichterbij kunnen gaan zien. Dat zou wel heel erg tof zijn. Maar dat duurt nog eventjes voordat we daar achter komen. Maar we hebben in ieder geval een hele mooie sneak peek gehad. Van wat we binnen kunnen verwachten bij het Dans Macabre. Zo, het park is ondertussen dicht, maar we zijn nog niet klaar met de video. Want we maken ook nog eventjes een stop hier bij het Efteling Hotel. Ja, toch deze kerstdag even extra feestelijk afsluiten. En er was ook alweer wat nieuws te melden over het Efteling Hotel. Dus daar gaan we het nog eventjes over hebben. Dus ik zou zeggen, laten we snel even naar binnen gaan. Nou, en we zitten hier nu dus gewoon in de gelagkamer van het Efteling Hotel. Blijft toch altijd wel heel erg sfeervol hier. Wel echt heel, heel erg 90's. Maar we kwamen natuurlijk sowieso al Pardoes tegen in zijn pyjama outfit. Dat was heel erg cool om die weer een keertje te zien. Dat hebben we eigenlijk helemaal niet gezien. Zijn hier helemaal al heel lang niet meer geweest. Jij was bijna nooit. Het is meer een schrift, Maar we moesten hier natuurlijk wel eventjes de dag afsluiten. Zeker. Deze kerstdag. Even lekker met een drankje. Proost. Ik heb Hotel de Bottle. Dit is natuurlijk het Efteling biertje. Efteling Hotel biertje. Ze hebben nu weer de witte variant. Het is een bruin biertje. Er zit 7,5% alcohol in. Dus, lekker. Ja, stevig biertje. Goeie. Deze moesten we natuurlijk wel weer eventjes uit gaan proberen. Het is alweer een jaar geleden dat ik hem voor het laatst op heb. Dus ik ben benieuwd hoe die smaakt. Ik ben benieuwd of ik het nog steeds lekker vind. Moet er natuurlijk wel eventjes bij zeggen. Niet drinken onder de dag. Goeie. Hele goeie. Dus, even proeven.
Oeh. Hij is vrij stevig biertje. Ja? Ja. Wel redelijk bitter. Drink normaal gesproken ook niet erg veel bruin bier. Ik ben meer van de blond. Maar ik vind hem heel lekker. Oh, ook een, dankjewel. De kenner. Oeh, die is lekker. Ja, hij is goed. Ja, hij is een zoete kant inderdaad. Ja, wel een beetje. Ja, maar hij is goed. Ja. Het is echt een aanrader. Dus ja, mocht je de kans hebben om even naar het Efteling Hotel te gaan, zeker even meepakken. Ja, want ja, het Efteling Hotel wil je nu natuurlijk zeker bezoeken. Want ja, de nieuwe droomvluchtkamer is eindelijk geopend. Yes! We hebben er foto's van gezien. Ja, helaas mogen we niet zomaar de kamer in. Dat is op zich best wel logisch. Wel heel erg jammer. Ik had het liever in Leven de Lijven gezien. Maar ja, we hebben de foto's. Dus dat is ook in principe wel goed genoeg. En, het ziet er wel echt heel netjes uit. Ja, het echt het droomvluchtkleuren van die aardekleuren. De foto's hier. Nou, vooral dat bed. Ja, dat is echt heel mooi. Dat is echt een bed om in te dromen. Ja, die wil ik thuis hebben. Dan slaap ik beter. Ja, het is wel echt een heel mooi groot bed. Ik weet er natuurlijk niet hoe die avond, maar het ziet er allemaal heel comfortabel uit. Heel gaaf ook met die droomvlucht schilderijen daarnaast. Ja. Echt heel gaaf. Mooiste detail vind ik denk ik wel dat er een bosgeestje in de boom zit, in de kraam. Ja, super cute. Ja, toch echt een pop eigenlijk in je kamer. Zou het er ook eentje in de douche staan met blote billen? Oh, dat is best creepy. Ik vind dit denk ik al een beetje eng. Zeker als je s'nachts even wakker wordt of zo. En je denkt van pak even een glaasje water en je komt opeens dat ding tegen. Ik denk dat het best gek is, maar... Ik ga het proberen. Ja, ik zou het wel willen, even een keer naar die kamer toe. Ja, lijkt me. Wat hebben we meer? Dus een stapelbed. Vrij basic. Een soort van powerstoel staat ernaast. Het ziet er wel heel netjes uit. Ja, leuk. Gewoon heel keurig. Mooie droomvluchtlampen aan het plafond. Ja. Enige wat wel weer opvalt, wat dus niet op de foto's te zien is, zitten er konijntjes in de kamer. Ja. We hadden al een theorie van, omdat er allemaal nieuwe konijnen in de droomvlucht gaan, van misschien maken ze wel nieuwe konijnen voor de kamer. En wat over is, dat gaat de attractie in. Maar... Oké, en waar had jij dat in jouw mind, waar had je ze dan neergezet? Sowieso eentje onder het bed, die dan onderkijkt of zo. Of misschien... ergens onder achter een tafeltje dat er eentje achter een poot staat. In de kledingkast verstopt. Ja, het zou wel heel erg leuk zijn, maar ja, ik denk dat de kans echt vrij klein is. Dus ja, jammer. Afgekeurd kamer. Efteling, begin maar lekker overnieuw. Nee, grapje. Gewoon de konijnen toe. het ziet er heel erg vet uit. En, ja, we gaan het zeker proberen om daar een keer een nachtje te slapen. Als we hem ooit geboekt krijgen, want ja, de kans is vrij groot dat hij gewoon altijd vol zit. Iedereen wil de kamer. Ja. In ieder geval, wij drinken nog even lekker ons drankje op. En dan, komen we zo aan het eind van deze kerstdag. Yes. Nou, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van ons Efteling-avontuur voor deze kerstdag. En we hebben echt gewoon weer een hele leuke dag gehad. Ja, het was wel echt heel gezellig. We hebben echt een hele leuke kerstdag van gemaakt. Een hoop kerstdingetjes nog best kunnen doen hier in Efteling. Ja. Dus dat viel echt niet tegen. We hebben ook best wel wat updates kunnen zien. Dus dat was ook hartstikke mooi. Ook hartstikke leuk. Altijd natuurlijk om even mee te pakken. En nu ook gewoon een lekkere dag afgesloten hier in het Efteling Hotel. Heerlijk. Ja, dit was echt super relaxed. Het was heel chill. Ja, ik denk dat we wel vaak hier even moeten komen. Even achteraf een drankje doen. Want dit is echt wel echt een leuke plek om te zitten. Het is allemaal wel een beetje verouderd daarbinnen. Maar het heeft nog steeds een hele warme sfeer. Het heeft gewoon zijn charme. Ja, precies. Echt, die jaren 90 Efteling charme. Dus dat is heel erg tof. Het was mijn eerste keer hier, maar ik wil net vaker mee. Lekker. Ja, dit was echt een aanrader. Ja. En wat hebben we vandaag geschaatst.
voor de eerste keer. Geprobeerd voor de Pjotter Knuffels. Geprobeerd voor de Pjotter Knuffels. Dat is helaas mislukt. Ja, dat had ik in principe ook al verwacht. En ik had hem toch niet kwijtgekund thuis, dus dat maakt voor de rest ook niet uit. Voor de katten. Ja, en ja. De mocktail. We hebben de mocktail geprobeerd. Die was heel erg goed. Het is, ja, ik vond het echt weer een geslaagde kerstdag. Yes. Hele toffe ja, eerste kersteditie op dit kanaal. Tenminste, we hebben een poging gedaan. Ja. Ja, volgend jaar doen we gewoon weer een poging. Nieuwe ideeën. Gewoon met nieuwe ideeën. Maar we hebben nog steeds allemaal leuke mensen. We hebben hele leuke mensen. Voor de mensen hier backstage. We hebben Roy en we hebben Gino. Die waren er ook gewoon lekker bij. Die komen niet zo graag in beeld. Maar ja, dat maakt ook verder niet uit. Het was gewoon echt een hartstikke toffe dag. Ja. En ja. Dat is nog wel een dingetje waar ik het over wil hebben. Want het is natuurlijk. Wij hebben het allemaal hartstikke gezellig. Elke keer altijd met elkaar hier in de Efteling. Zeker. Alleen dat gaat niet voor iedereen, gaat dat op. Er zijn ook heel veel mensen die het ook lastig hebben, vooral tijdens de kerstdagen. Er zijn heel veel mensen die alleen zijn. Of heel veel mensen die depressief zijn. En ja, daar wil ik ook wel eventjes bij stilstaan. Van, ja, weet je, je bent niet alleen. Laten we dat even, dat wil ik gewoon eventjes gezegd hebben. Ook vooral omdat je nu kijkt naar de video's. Je hoort gewoon bij de Theme Park Viking, ja, familie. En ja, onthoud gewoon. Je bent awesome. Wie je ook bent, je bent het gewoon waard om hier te zijn. En jij maakt ook, ja, ook jij maakt de wereld gewoon een betere plek. En dat wil ik toch even zeggen. I couldn't agree more. Ja. Maar goed, ja, we gaan nu afsluiten. Het jaar is, ja, weer zo goed als voorbij. Nog even en dan zijn we er, ja, weer doorheen. Dit was, als het goed is, de laatste video van dit jaar. Maar volgend jaar zijn we zeker weer terug. En ik denk dat de eerste video, dat wordt een video in Toverland. Nee. We zijn er deze winter nog niet geweest. En jij bent er nog nooit geweest. Volgens mij de eerste keer. Yay. Dus, ja, dat wordt zeker een video om naar uit te kijken. En ja, die video die wil je dus sowieso niet missen. Dus abonneer even op het kanaal. We zijn al bijna bij de 1000 abonnees. Dus ja. Help een handje. Ja, abonneer. Het zou me echt ontzettend veel helpen. En ja, het kost natuurlijk niks. Doe ook even een like op de video, want dat helpt het kanaal ook superveel. Volg me op alle socials, want ja, daar komen ook updates op en allemaal leuke foto's en dingetjes. Nou, en dan valt er nog maar één ding te zeggen. Vanuit de Efteling zeggen wij hele fijne feestdagen. Alvast een heel erg gelukkig nieuwjaar. Bedankt voor het kijken. Rock on! Tot de volgende keer. Tot volgend jaar.